ben een zeer uitgesproken republikein. En hoe kijkt u dan tegen het koningschap aan eigenlijk? Dat is er. Ik zou liever hebben dat het aanstaande maandag om 9 uur zou worden opgeheven. Ik weet ook dat 80% van de Nederlandse bevolking meestal op nauwelijks rationele gronden een voorstander is van deze institutie. En dat ik dus heel weinig kans heb om in mijn leven nog mee te maken dat Willem-Alexander toch besluit om jumbo-piloot te worden. Hoewel hij dat waarschijnlijk liever zou willen. Dus ik ben me van de realiteit bewust, maar dat doet verder aan mijn standpunt helemaal niets af. Hoe komt het dat ze zo stil zijn? Want u zegt wel, ik ben een zeer uitgesproken republikein. De republikeinen hoor je nauwelijks. Misschien omdat er betrekkelijk weinig echte republikeinen zijn. Ik geloof dat 80%, ruim 80% van de Nederlandse bevolking wel happy is met het Koninklijk Huis. Maar ze zijn geen lid van het genootschap. Ja, dat genootschap was wel een beetje een club van halve haren, was althans mijn indruk. Ik zou er niet graag lid van zijn geweest, laat ik me heel voorzichtig uitdrukken. Ik ben überhaupt niet graag lid van iets, maar daarvan zou ik niet graag lid zijn geweest. Het Verlossen, kunt u mij horen? Ben je blij dat de Koningsdag weer gevierd kan worden als vanouds? Oh ja. Nou ja, ik vond het al zo raar dat die... Ik heb al langer gehoord, ik eigenlijk, sowieso kan het me geen bal schelen. Ik zit die dag thuis, ik kom de deur niet uit. Ik maak hoogstens, als het donker geworden is, een wandelingetje. En kijk hoeveel troep er op straat ligt. Maar ik vond eerlijk gezegd de Koningsdag op 31 augustus. Zoals dat was toen Wilhelmina koningin was, dat vond ik een prima idee. Ik vond het ontzettend suf dat we naar die... Wat was Juliana, 30 april of zoiets dergelijks. En Beatrix had al het verstand om te zeggen, laat het maar staan. En gaat die Willem-Alexander, die heeft er dus 3 dagen naar achteren geschoven. Dat vond ik gewoon niet handig. Nee, naar voren. Naar voren ook. Ja. Oh ja, naar voren natuurlijk. Ja, sorry. Maar hij kan nu wel weer naar de mensen toe. Hè? En dat was natuurlijk afgelopen jaar. Ik zou zeggen, doe het weer op 31 augustus. Dan is het ook, weet je, zeker dat je niet in een sneeuwbui terecht kan komen. En ging zij dan ook weer het land in, naar de mensen toe? Nee, volgens mij is die poppenkast, dat is ook relatief recent. Toen was defilé. Ja, dat defilé had je toen met Juliana daar op Soestdijk. En dan kwamen al die trommelgezelschappen. Je begrijpt ook wel dat die lui, die oranje ook dachten, jezus, nog zo'n trommelclub. Hè? Dat moet echt verschrikkelijk zijn geweest. Maar goed, deze viering is dus ook weer iets nieuws eigenlijk. Omdat het me zo weinig interesseert en ik ook niet bij betrokken ben. Maar het is wel een wonderlijk volksfeest geworden. Zelfs de avond ervoor is het al een raar volksfeest geworden. Met die markten. Maar goed, een volksfeest, dat kan altijd in principe. Ja. En daarvoor is denk ik eind april niet de meest geëigende periode. Nee, maar het is wel een reden om natuurlijk even lekker bier te drinken en aan de pillen te zitten en dat soort dingetjes. Ja, je weet dat in Nederland elke gelegenheid die aangegrepen kan worden om zowel rotzooi op straat te maken als op terrassen te zitten, die wordt als uniek beschouwd. Het is zoiets heerlijks. Ja, er wordt er gezegd met dank aan Willem. Ja, hoezo? We hadden er toch heen. Die was 3 dagen later, als ik het wel heb. Ja. Dus ik vond hem wel eigenwijs dat hij het veranderd heeft. Ja. Ik weet niet wie daarachter zit. Hij zelf, denk ik. Ja? Ja, denk ik wel. Hij denkt, ik ben in de buurt jarig, laten we het maar verplaatsen. Oh, suf. Ja. Hij is minder populair geworden, hè, ook. Door alle foutjes in de coronaperiode. Ja, de foutjes moet je hem niet aanrekenen. We moeten nu wel Thorbeckiaans denken. Hij is niet verantwoordelijk voor de fouten die hij maakt. Dat is Rutte. Oké, dus ook dit komt door Rutte. Zeker. Ja. Dus Rutte is de schuld. Ja. Ik vermoed toch dat met die reis naar Griekenland, dat die Rutte wel gebeld heeft. We willen graag naar Griekenland. We willen ook wel eens een uitje. En dat Rutte heeft gezegd, doe maar, dat zal wel niet zo heel veel problemen geven. En toen vond iedereen het schandelijk dat hij in de COVID-tijd naar Griekenland vertrokken was. Omdat de meeste mensen dat niet konden doen in principe op dat moment. Ik lag er niet wakker van. Ik kan me echt dat totaal niet schelen. Ze morgen besluiten ze 6 maanden per jaar naar Argentinië willen. Ik vind het prima. Prima idee. Sterker nog, nu ik het er sowieso over heb, is dat misschien het begin van het einde dan. Wie zal het zeggen? Ja.
Even kijken, want er zijn een paar geschreven vragen, dacht Maarten. Dan Tom in een van de afgelopen podcasts vroeg Maarten zich af of de parlervinkers nog bestaan. Daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Die zijn er nog op Schiphol. Dat zijn de mensen die de catering naar de vliegtuigen rijden. Mijn bron is niet Wikipedia, maar mijn zus die voor KLM catering gewerkt heeft. Dat is een heel ander type van. De parlervinker was een kruidenier met een bootje. Ja. Ja, er heeft ook iemand gereageerd. Kijken of ik die reactie nog kan vinden. Volgens mij de dochter van de laatste man die dit beroep heeft uitgevoerd. Maar dit was een reactie van Christian Strijdhorst uit Bussum. Dus dankjewel daarvoor. Dan is er iemand op Texel geweest en die kwam langs een kerkhof waar de Georgische soldaten liggen. Zo is dat. Ja, en uit info die ik daarover las, lijkt het of zij een heldenstatus hebben. Klopt dit? En zo ja, is dit terecht? Of waren het in principe verraders, vraagt Dick Hogeweg uit Ede. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat is ook een tragisch verhaal. Dit waren Georgiërs die dienst hadden genomen in het Duitse leger. Het was of dood of dienst namen in het Duitse leger. En dachten dat is natuurlijk een vrij makkelijke en in ieder geval iets veiliger oplossing dan alle andere alternatieven. En die zijn te werk gesteld op het eiland Texel. En op een goed moment dachten ze de oorlog is afgelopen. Dus wij komen in opstand. Want eigenlijk hebben we enorm de pest aan die Duitsers. En nou ja, typisch de Duitsers weer. Die zijn volop in het gevecht gegaan. Een groot deel van de Georgiërs is gesneuveld. Er zijn veel Texelse burgers gesneuveld. Die liggen allemaal op dat kerkhof. Dat kan iedereen gaan bezoeken. Dat is vlak bij de Hoge Berg in principe. En er is op Texel idioot genoeg tot 20 mei 45 doorgevochten. Dat is natuurlijk het wonderlijke fanatisme van die Duitsers, dat blijft een wonderbare zaak. Ja, dat ook het, denk aan het Rijksdaggebouw en zo, wat tot het allerlaatste moment fanatiek verdedigd is, dat zijn allemaal zulke rare dingen. Kennelijk als je eenmaal in die oorlogsobsessie bent opgezogen, dan je kunt niet meer stoppen. Hè? Dat is ook een probleem wat in het geval van de Oekraïne al meerdere malen ook genoemd is. Het is heel makkelijk om zoiets te beginnen. Maar stop er maar eens mee. Maar het is een praktisch onmogelijke zaak om ermee te stoppen. Ja. Ja. Maar de vraag is of het verraders zijn? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ja, een beetje wel, maar een beetje niet. De wereld is vaak een stuk ingewikkelder dan wij. Het is niet zo dat het zwart, wit, nee. Verraders, niet verraders. Nee, dat kan. Het is altijd ingewikkelder en anders dan je denkt. De hele vraag van een hele andere orde. Maarten Vosmot, zou je vinden van het idee om bij auto's het GPS-systeem verplicht te koppelen aan het motormanagement? Het idee is dan dat je niet meer te hard kunt rijden. En dat kan voor ons land een grote bezuiniging opleveren, zegt deze vragensteller, doordat er minder fietsers en wandelaars van de sokken worden gereden. Oh. Ik ben er in ieder geval erg voor, zegt Ben de Vries uit Warfhuizen. Ja, ik ben bang dat dat een heel complexe aangelegenheid is. Want hoe wil je dat precies koppelen? En betekent dat bijvoorbeeld dat je hier in de Franse Halstraat, die ook nog krom loopt en zo, dat je dan hier niet harder dan 30 mag rijden? Weet dat systeem dat dan? Moet je dat allemaal inprogrammeren? Nu is het, ik moet zeggen, het is al zo dat in mijn systeem, in dat schermpje, daar verschijnen voortdurend de maximumsnelheden die ter plaatse heersen. Ja. Hij leest ook die borden, die leest dat de auto, maar hij leest ze niet verschrikkelijk goed. Met als gevolg dat op de grote weg, waar je dan zeg 100 mag rijden als het licht is en 130 zeg maar, 's avonds, dan als je dan langs een tankstation rijdt, waarbij op de inrit een bord staat 50, dan leest hij het bord 50 en begint hij een hele tijd te vervelen dat je 50 moet rijden. Dus dat, misschien moeten we hier met Thorbecke zeggen, probeer dwang door de overheid tot het noodzakelijke minimum te beperken. Dan heeft Karen een verhaal meegemaakt aan de paastafel. Daar begreep ze namelijk dat Jezus helemaal niet in december geboren is, maar 2 jaar eerder dan onze jaartelling en ook in de zomer. Anders lagen die herders niet in het veld. Klopt deze theorie, wil ze weten? En zo ja, waarom dan toch elk jaar die vreselijke poppenkast in december waar iedereen doodongelukkig van wordt, maar doet alsof het de mooiste tijd van het jaar is? Ik zeg stoppen, zegt ze met deze onzin. Karen van de Vijveren. Nou Karen, u kunt er zelf heel makkelijk zelf mee stoppen door te zeggen, sorry familie, ik doe niet mee. Ik doe iets anders, we vieren de verjaardag extra of zo.
Je hoeft het niet te vieren, er is geen verplichting om zulks te doen. Je hoeft niet zo'n boompje te kopen, wat natuurlijk een beetje een rare gewoonte is. Ja, ik heb altijd begrepen dat Christus 4 jaar voor zijn geboorte geboren is. Dus dat dat niet zo erg klopte allemaal. Die herders kan ik moeilijk beoordelen. Zouden ze daar niet het hele jaar buiten liggen in het Midden-Oosten? Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb geen idee. Maar het wezenlijke punt is natuurlijk dat we geen flauw idee hebben wanneer Jezus geboren is. En dat, waarom is dat gekoppeld aan de kerstperiode? Die zit aan naar de periode in december vanwege de lichtwisseling. Het moment 21 december, nietwaar, begint de zon begint weer vaker meer te schijnen. Dat is het. Hoe heet dat nou? De lichtwende, de zonnewende, weet ik veel hoe je het moet noemen. Dat geldt voor de Pasen ook. Het Paasfeest is natuurlijk een vruchtbaarheidsfeest. Kijk, die christenen waren niet gek. Die dachten, weet je wat, we moeten gewoon die christelijke feestdagen, die moeten we koppelen aan feestelijke periodes die al sinds Sint-Juttemus bestaan. En dat hebben ze gedaan. Dat is de Pasen, dat is het Kerstmis. Dus kerst bestond al veel langer? Nou ja, de feestelijke viering van de zonnewende, dat bestond al veel langer, ja. Oké. Okay. Al die Scandinaviërs liepen toch ook allemaal kaarsjes op de hoofd. We hebben hier Ben met een vraag. Mijn vraag aan u is, zijn er overeenkomsten met ons huidige defensieapparaat qua sterkte, denk dan ook aan de bezuinigingen van het verleden, en het defensieapparaat van 1940, waarbij de Duitsers al snel de overhand hadden, helaas. Dat was mijn vraag. Dank u wel. Ja, dat is een kardinaal verschil. In 1940 waren wij neutraal. En sinds 1949 vormen wij deel van een zeer omvangrijk bondgenootschap, namelijk de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En onze krijgsmacht, in de ruimste zin van het woord, zijn natuurlijk 3 onderdelen van de krijgsmacht, is geïntegreerd in dat grotere bondgenootschap. Niet dat de integratie daarvan altijd perfect is, maar ja, en daarin speelt de grootste militaire macht op deze planeet een kardinale en dwingende rol. Leidende rol, laat ik het anders zeggen, dat zijn de Verenigde Staten. Dus onze hele verdediging hangt samen met de strategische opvattingen van de Verenigde Staten en West-Europa, die als het goed is op 1 spoor lopen. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld bij een president als Trump, dat je die zekerheid eigenlijk dan niet langer hebt. Bij Biden zijn ze weer teruggekeerd op dat spoor. En dat past nu in het geval van de Oekraïne, het blijkt daar goed te passen. Hmm. Maar ja, onze militaire positie was in 40 totaal anders dan die nu is. Abonneer je ondertussen op ons kanaal. Dat doe je door te klikken op het plusje op Apple Podcasts. En op Spotify klik je op volgen en het belletje. Dan zie je automatisch in je podcast app de nieuwe aflevering staan als die online staat. Sowieso kan het maar geen bal schelen. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.